Hallo? Ja, hallo. Hi. Ja, dag. Dag Willem. Hoi. Je bent in de uitzending. Ja, ik zat al mee te kijken hoor. Oh ja, want je Ik hebt heb nu de. Veerman gezien, maar ik ken Ja. haar wel. Ja. En waar ken je haar van dan? Nou ja, ze is toch wereldberoemd? Ja, maar jij ook. Ja. Ja, dat weet ik niet. Nee. Maar ik ken haar wel. Ja. En ben je dan toch een beetje dat je Verkeerd. denkt van dit, Verkeerd? ja, dat niet klopt? Nee, natuurlijk niet. Nee, Nee, maar ik omdat, vond het gewoon leuk om er iets over te zeggen. ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker dat ze aan jou vragen wat doe je in het dagelijks leven? Nou ja, wat mij zo opvalt is dat er toch best wel een grote scheidslijn blijkt te bestaan tussen lichte muziek Ja. en de ernstige muziek. Ja. Dat elkaar bijna niet kennen. Van als je in het ene kamp zit, zou ik maar zeggen, en de kennis van het andere kamp niet. Dat is opvallend. Ja, terwijl jij van de ernstige muziek bent en toch ook je lichte momenten hebt, eigenlijk. Nou ja, ook toen destijds, toen ik bij jou pianist was in jouw voorstellingen, Ja. toen kwam ik toch ook in aanraking met die wereld. Veel sterker dan ooit, denk ik. En dat vond ik ontzettend leuk. Ik heb er ook veel van geleerd. Hoe werkt een theater bijvoorbeeld? Hoe werkt timing in theater? En daar heb ik Ja. ook mijn voordeel aan kunnen doen hoor, met het schrijven van een opera. Want je voelt toch. Ja, ik voelde aan jou altijd heel goed van oké, nu is het genoeg, nu gaan we verder. Ook omdat En er heel veel improvisatie was in jouw voorstellingen, kon je feilloos aanvoelen, oh ja, nu is het genoeg, nu gaan we verder. ja, En dat gevoel, dat is heel belangrijk. en hoe liet ik dat blijken dan, dat het genoeg was? Nou, door te switchen van onderwerp of dan ineens een grap te maken of dat het niet, het Ja. werd langdradig. En Nee. dat is toch het geheim van goed theater maken, denk Maar ik heb je ook wel eens een klap gegeven, ik. Ja, ja. dat het te lang. Is historisch. Ja, Ja, maar iconisch. dat was niet vanwege dat het te lang duurde. Maar dat ze onder Nee. jouw muziek gingen lachen in een zaterdagavondzaal in de Lamar. Hè, Nou ja, we hadden samen iets heel grappigs. De mensen, je had een afspraak gemaakt met de zaal. Jullie mogen alleen lachen of geluid maken. Hoe was het ook weer? Als er, in ieder geval, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval, de mensen bleven. Er was een vrouw in de zaal en die bleef maar geluid maken. Onder Waardoor je. wij buitenspel stonden. Want we hadden kennelijk een bepaalde afspraak gemaakt met de zaal. Ja, En met die jou. vrouw, die bleef maar doorgaan. Dus wij konden eigenlijk onze act niet doen. En toen liepen we samen af in de coulissen. Ja. En toen zei ik, godverdomme, dat mens zat maar Wat een ik zat kutzaal. te gelden. Ja, wat een kut wij. En toen zei jij, wees je op je revers, waar het microfoontje zat, om mij aan te wijzen van, jongen, kijk uit, Ja, het het microfoon is nu door toch. de zaal. En toen Ja. had ik niet door. En toen, om mij de mond te stoeren, gaf je mij een klap. En dat Ja. hielp. Ja, het hielp wel. Toen hebben we wel later allemaal gescheiden kleedkamers gekregen ook, hè? Ja, Dat want wel. je hebt nooit je excuses aangeboden meteen. Daar Ach, was ik heel nou. gepikeerd over, maar later weer wel hoor. Ja, want anders had ik het nu gedaan. En 30 jaar later, 30 jaar later. als mensen nu nog excuus mogen maken over het slavernijverleden, dan mag ik nu nog wel excuus maken over die klap toen. Mosterd naar de maaltijd, ja. Ja. Maar eigenlijk hebben we wel aan de wieg gestaan van jouw grote carrière dan. Ja. Ja, dat zou ik kunnen zeggen, ja. Nou ja, de Met die. ervaring die je opdoet, die is heel belangrijk, denk ik, als Ja. je jong bent. Want dan ben je zo ontvankelijk, dat soort dingen. Je Ja. leert, je leert. Ja. Ja, nou, maar het is ook wel zo dat wij juist, Damien en ik, ook jou gekozen hebben om ook de mensen die naar amusement gaan ook te confronteren met wat Ja. ernstige muziek. En wel ernstig, maar wel toegankelijk. Zoals Benjamin Herman hebben we ook al mee, is ook meegeweest op tournee eigenlijk. En Ja, dus het. nou, dat is juist goed dat je een soort kruisbestuiving krijgt van die werelden. Hè? Want ik zei net, Ja. zijn ze gescheiden, maar ze moeten juist ook naar elkaar kijken. Ja, ze moeten juist ja, met elkaar in verband gebracht Ja. worden en door elkaar. En waar zit je? Het grappige is, bij Vera Mann hadden we een houten plafond, dat viel me op. En bij jou hebben we ook weer een houten plafond. Ja. Dus er zit wel degelijk verband in de uitzending.
Het is wel, maar waar ben je nu? Ik ben in Italië. Oh. Wij wonen daar een groot deel van het jaar ook. En het is, ik ben eigenlijk een beetje gevlucht hier naartoe. Oh. Ik dacht van ja, als die boel dicht gaat, dan kan ik dan überhaupt nog terug naar Italië. En ook omdat het hier iets, ja, hier begint het ook wel veel strenger te worden, maar iets minder streng dan in Nederland. Maar ja, we zitten hier op een berg met z'n tweetjes, dus er is verder niemand. Dus en in het dorp beneden, want we zitten op 700 meter hoogte, daar zijn geen besmettingen op het moment. Oh. En al heel lang. Nee, en je hebt nog wel meegemaakt het grote succes in de Stopera. Ja, want ik ben pas gisteravond aangekomen hier. Ik ben echt vers van de pers hier. Ja. Ja, nee, natuurlijk. De première die was 7 oktober in het muziektheater. En is heel goed gegaan. En vooral de voorstelling van afgelopen zondag, die was echt perfect. Er viel alles echt perfect op zijn plaats. En het is heel goed ontvangen, mag ik zeggen. De mooie recensies, 5 sterren in Trouw en 4 in de Volkskrant en overal jubel. Ja. Het vond ik leuk dat Dami zei een succes fou. Ja. dat was het een beetje. Ja. Nog even voor het publiek, voor de mensen die luisteren. Het gaat om de opera Ritratto, die dus eerst al in maart in première zou gaan. En toen is hij online, is de generale uitgezonden. Waar gigantisch veel kijkers naar waren. Of 700.000 kijkers. Of 70.000 of 700.000. 78.000. 78.000, ja. Online views. En toen is hij dus uitgesteld. En nu ging hij dus in oktober alsnog in première. En na 3 voorstellingen of is hij helaas ook weer moeten stoppen. Zouden er 6 zijn, 6 voorstellingen. 3 gaan er nu niet door. Maar we hebben er wel 5 kunnen spelen met publiek. Dus dat is wel ook voor de zangers natuurlijk fijn dat je met publiek kan werken. Ja, en mocht je ook nog op het toneel komen om te bedanken? Ja, allemaal. Ook de regisseur en de librettist. We allemaal waren op het podium. Maar er zijn toch 250 man in de zaal. Ja, en Het had dispensatie, hè? En het Concertgebouw heeft dat ook. Ja. Of had het ook om maximaal 250 mensen toe te laten. Oh ja, en mocht je, maar ook, je bent ook alleen dan nog op het toneel geweest als componist. Nou ja, de zangers die stonden natuurlijk ook op het podium, maar omdat we een vrij diep podium hadden, stonden die wat naar achteren en was genoeg ruimte tussen ons om te buigen en zo. Maar je hebt wel je eigen applaus gekregen ook als componist. Ja. Ik stond even alleen, zeg maar, voor de groep. Mijn buiging en weer terug. Weet je wel, zoals dat gaat. Nee, maar dat kan ook. We hebben het wel eens meegemaakt bij Conrad Beumer. De opera Dr. Faustus, waar ik zelf ook een rol in had. En toen Conrad ging bedanken, werd de boel geroepen ook. Och. Ja, zielig, hè, want hij leeft niet meer. En het was wel een aparte opera ook. Maar heeft hij zo'n prijs voor gekregen, de rol van Lieberman. Prijs. Ja, dus in Parijs. Was hij eigenlijk niet? Nee, ik ben er ook bij geweest. Maar jij had er ook een rol in. Dokter Paus. Ja, Paus Leeuw de Tiende. Ja, een glansrol was het ook. maar jij hebt alleen maar gejuich gekregen. En dan ga je met een heel prettig gevoel naar Italië. En kon je meteen, hoeft hij niet gecontroleerd te worden eigenlijk? Jawel. Je mag Italië alleen in als je negatief getest bent. Dus we hebben in het weekend hebben wij of all places in Bad Hoeverdorp, daar heb je ook zo'n bedrijf. Oh. Zondagochtend hebben we die test gedaan en maandagavond kregen we de uitslag. En die was gelukkig negatief. Ja. En ook een serologische test, waar je ook kan zien of je in het verleden de ziekte heb doorgemaakt. Maar die was ook negatief. Dus ik heb het nooit gehad. Goh. Dus ik zal het even afkloppen. Ja. Want vond je dat niet ergens jammer dat je het nooit gehad hebt? Nou, eigenlijk wel. Want dan ben je natuurlijk ook een soort van immuun. Ja. En dat is natuurlijk nu niet. Maar is het niet een groot contrast als je eerst het succes hebt in het muziektheater en dan ineens zit je in Bad Hoeverdorp met een stang in je neus? Dat deden ze daar niet, ze deden het alleen uit de keel. Oh! Ja, en een bloed uit je vinger om die serologische test te kunnen doen. Maar dus het viel heel erg mee. Het was zo gepiept in 5 minuten.
En je keel is niet erg dan. Nee, maar in je neus schijnt heel pijnlijk te zijn ook. Omdat ze echt heel diep moeten gaan. Ja, want dat hoor je ook wel. En toen dachten we nog... Jezus, is het wel een goede test die we hebben gehad? Geef het niet sowieso allemaal negatief aan alle klanten. Want het kost wel €185. Ja. Maar dat mag niet, want er staat een handtekening van een dokter onder met een BIG-registratie. Dus, ja. Nee, en ze aanvaarden het in Italië ook, toch? Ja. En maar vrienden hadden dat niet. En die moeten nu 14 dagen in quarantaine. En dat hoeven wij niet. Oh. Ja. En die waren zonder test de grens over. Ja. En maar als je met de trein gaat, dan word je niet gecontroleerd, denk ik, hè? Of ook? Weet ik niet. Maar in ieder geval met het vliegtuig wel. En mogen we eigenlijk kunnen we het uitzicht zien bij jou? Ja, maar dan moet ik wel even naar buiten lopen. Ja. Zal ik dat doen? Ja, graag. Hoor je mij nu nog? Ja, ik hoor je heel goed. Ja, ik hoor jou nou niet meer zo goed. Wacht even, dan neem ik de box mee naar buiten. Wacht even. Oh zo. Ja, of je een beetje. Ik loop nu de kamer uit. Willem zit dus in Italië op de grens van Umbrië, Toscane en Le Marche. Oh ja. Ja, voor de mensen thuis. Nu ga ik naar buiten. Zo, even kijken. Ik loop wel even naar waar je de bergen kan zien. Dat is wel graag. Mooi. Ik zie gelukkig goed weer. Of tenminste, het regent niet, moet ik zeggen. Wat een rust. Ik hoor het hekje uit. Jaloers op. Er staat mijn auto. Oh, mooie auto. Ja, die zie je. Een mooie blauwe lucht ook. Nog een trabant. Kijk, en dan heb je hier... Leuke wolkjes. Het vroegere trabant. Nederlandse wolkjes. Dami zegt, het is een trabant, je auto. Nee. Nee, het is wel een... Peugeot. Ja, het is een mooie Peugeot. En dit is het huis van de zijkant. Oh, kan je het zien, want ik kan het niet controleren. Nee, ik kan het heel goed zien. Het is heel... Okay, en dan, de voorkant is vooral mooi. Mooie herfst. Dat is een heel oud huis, is uit 15 zoveel. Dat je er met z'n tweetjes zit dan, hè? Kijk. Moet je wel goed met elkaar op kan kunnen zien? Schieten. Ja. Zo ziet het uit, met van die poorten eronder. Prachtig. Ja. Goh, en hoe lang blijf je daar dan? Wat zeg je? Hoe lang ga je daar? Hoe lang blijf je daar? Ja, weet ik niet. Misschien wel heel lang, tot na de kerst of zo. Want ik ben ook leraar natuurlijk op het conservatorium, maar we kunnen natuurlijk online de lessen geven. Ja. Ja. En, ja, mooi. Mooie lucht ook. Ja, het is heel mooi hier, echt. En ook het uitzicht. Je ziet in de verte zie je bergen. Ja. Ja, kunnen we goed zien. Appenijnen. Carpegna heet dat gewerkt. Carpegna. En daarnaast ligt een tafelberg. Nou, dat geeft toch niet? Sasso Simoncello heet dat. Simon. Mooi. Ja, maar het zijn maar 6 huizen. Ja. We hebben beneden nog eentje die we aan vrienden altijd uitlenen. Moet u er ook maar eens komen. Ja. Oh, je hebt toch een extra huis voor vrienden ook? Ja. En dat verhuur je ook normaal? Ja, of we laten mensen daarin. Want we hebben zelf niet echt een logeerkamer. En dan is het wel lekker dat ze niet zo dicht, dat je een beetje de privacy hebt. Ja. Nou, mooi. En je hebt je kunt goed met de buren opschieten ook. Ja, hieronder woont een tandarts, een Italiaan. Die woont hier. Maar het lijkt me logisch dat het een Italiaan is. Want je zit in Italië. Ja, het kan toch een Nederlander zijn ook? Oh, ook een Duitser. Dus het is wel internationaal. Maar de huizen zijn nu leeg. Wat zegt dan? De andere huizen zijn nu leeg. Er zijn geen... Wij zijn als enige hier. We zijn de enige daar in het dorpje. Ja. En dit is het weggetje. Het is een steenslagweg naar boven. Mooi. Ja. Goh. En dan hier is onze ingang. Nou, we komen aan de achterkant naar binnen. Zo dus. Ja. En het logeerhuis is nou vrij? Ja. Oh ja, nou dan kunnen wij wel komen. Ik zou zeggen, jij hebt je kant. Als we geen zin meer hebben in de uitzendingen. Kunnen we onderduiken. Hier koken we. Ja. En dit is mijn... Nu valt hij even weg.
Dat komt door de muren natuurlijk. Dat is een binnen. Kamer. Met sleutel. De wifi moet erop pakken waarschijnlijk. Ja, hij zit. Ja, nu pakken we hem weer terug. Hij valt een beetje weg. Nu hebben we een artistiek schilderij eigenlijk. Ja, ik zag het net. Ja. Maar, nou Willem, rust lekker uit. Je moet natuurlijk een beetje acclimatiseren nog. Hè, want het publiek en het orkest, dat tolt nog een beetje in je hoofd, denk ik. Ja. Ja, nou het fijn is dat er ook een cd is verschenen. Want dat vind ik wel heel erg leuk. Die heb ik hier. Ik weet niet of je hem kan zien. Ja, Ritratto. Ja, het is heel goed. En waar is die te koop? Eigenlijk. Ja, overal nu. In alle platenzaken. Oh. En bij Challenge Records verschenen. Goh. En het is... En dit is eigenlijk de opname van 12 maart... Want die is toen ook op YouTube verschenen, weet je wel? Ja. En dit is een hele mooie opname was dat al. Dus, maar niet met het residentieorkest die het nu hebben gedaan, maar met Amsterdam Sinfonietta. Die het ook fantastisch hebben gespeeld. Ja. Maar wel met dezelfde dirigent, dezelfde zangers. Maar je had de voorstelling, de opera, toch nog een beetje aangepast ook? Nu? Nou, de regisseur. Want we hadden natuurlijk te maken met die 1,5 meter regel. Ja, dat was het. Dus al die intiemere scènes. Er was ook een hele mooie kus tussen de twee vrouwen. Tussen Louisa en Romaine Brooks. Die moesten helaas uit. Want dat kon het niet. Want hoe is het opgelost dan, die kus? Ja, dat is wel mooi. Want zij zingt, Romaine. Dat is de schilderes die ook het portret gaat maken van Louisa. Die zingt een aria en Louisa die beweegt als het ware in dezelfde choreografie mee. Waardoor ze toch één worden, omdat ze spiegelen ook. Alsof je in de spiegel kijkt. Ja. En dat was heel mooi gedaan. We hadden een hele fantastische choreograaf, Zino Schat. Die is een neefje van Peter Schat trouwens. Oh. En die heeft hele mooie voguing-achtige bewegingen gemaakt. Oh. Weet je, voguing uit het blad Vogue. Ja. Wat ook uit de scene uit New York is in de jaren 70. Dus al die gekke bewegingjes, weet je wel. Ja. Nou, jij zit nu ook zo in een soort folkachtige beweging. Want hij valt af en toe weg. Ja, maar het is nog wel te zien. Maar het is meer een stripachtig iets wat we nu zien. Maar wel heel leuk en vrolijk. Ja. Maar Willem... Nu ben ik stabiel, toch? Of niet? Nee, niet echt. Nee, maar wel... Nou, wat donker en wat schokkerig. Maar dat maakt niet uit, want het geluid is heel goed. En dat is ook belangrijk in de opera en ook met de FaceTime. Maar heb een hele fijne tijd dan, ja, Willem. Ja, dankjewel. En nou, misschien komen we nog wel een keer bij je terug. Want het is wel leuk om af en toe te horen hoe het met je is dan. Ja, erg leuk. Ja. Ik vind het hartstikke leuk altijd. Nou, en fijn om je even te zien. Ja, fijn om jou te zien. En tot de volgende keer. Dag. Dag, Willem. Dag. Dag. Dag.